Duke Faunabeheer is bezig met het vangen en vergassen van stadsduiven in opdracht van de gemeente. Volgens de gemeente is dit nodig om de overlast die deze dieren veroorzaken tegen te gaan. Duke heeft een aantal weken geleden vangkooien geplaatst waar de duiven in worden gelokt. Sinds een week staan deze kooien op scherp. Hoeveel duiven Duke al heeft gevangen is niet bekend, maar de duivenvangers gaan door tot het er 2000 zijn. We zijn begonnen met vangen. We doen dat zo netjes mogelijk. De landelijke dierenbescherming kan daar ook toezicht op houden en controleren of we het echt zo netjes doen als dat we zeggen. En we hopen er zo snel mogelijk mee klaar te zijn, want zoals gezegd, niemand doet dit voor zijn plezier. Dus we hopen dat we zo snel mogelijk 2000 duiven, waartoe we opdracht hebben gegeven, hebben gevangen. De gemeente hoopt dat Duke Faunabeheer de duivenpopulatie zo snel mogelijk heeft teruggebracht tot normale proporties. Een tijdslimiet hebben we niet gesteld. We hebben gezegd 2000 duiven vangen. En natuurlijk hopen we dat deze hele operatie zo snel mogelijk voorbij is. En dan hoop ik meer in termijnen van weken dan van maanden te spreken.